Francine, we zitten nu in de foyer. Speeldoos bestaat 25 jaar. Hoe lang wist jij dat al? Nou, de speeldoos, dat moet ik even zeggen, want er was een hele goede oplettende lezeres in de Baarnse Courant toen dat stond. Die belde meteen dat het niet klopte. Want het is inderdaad niet de speeldoos, maar het is het professionele podium, de theaterzaal. Hè? Dat moet ik even precies zeggen, want het hele gebouw bestaat al langer. Nou, het grappige is dat de zaal, nou dat is niet zo grappig, maar de zaal werd dus eigenlijk afgekeurd omdat hij niet meer veilig bleek, omdat de stoelen niet opklapten door de brandweer. Maar als onze handige theatertechnici even met wat kunst en vliegenwerk de stoelen zouden repareren, dan mochten we nog een seizoen niet meedraaien, mits we dan wel die stoelen zouden gaan renoveren. Nou, renoveren bleek geen optie. En dat bedrijf bestond niet meer en het was allemaal veel te duur. Dus toen moesten we dus gaan renoveren. Nou, gelukkig was daar jaren voor gespaard. Dus er was een spaarpot. En dus die konden we dan aanspreken. Nou, dus overal zoals het hoort, offertes aanvragen voor de stoelen, voor tapijt, noem maar op. En toen kwam meneer Buijs, hier bekend in Baren, die kwam toch eruit als de beste. En de kwaliteit is oké, want het ligt hier ook al van meneer Buijs in de zaal. Dus ik naar meneer Buijs toe en even feliciteren. En toen zei meneer Buijs, och wat enig. Ik kan me nog herinneren dat 25 jaar geleden, toen was onze dochter net geboren. Toen hebben we een oppas toegeregeld voor de opening van de nieuwe zaal. En ik dacht, 25 jaar geleden, dus dat betekent dat die zaal gewoon echt dat het 25 jaar geleden is. En hadden we ons helemaal niet gerealiseerd. Ja, omdat het hele gebouw al langer bestaat. Nou, ik hier teruggesneld en naar onze hoofdtechnicus Leo Garenstroom, die hier ook al zo lang werkt, gevraagd. Wij nakijken in de plakboeken en ja hoor. Dus dat was natuurlijk een ontzettende leuke samenloop van omstandigheden. Dat het echt 10 september 2010... 9 september geloof ik, was het echt 25 jaar geleden dat de toenmalige burgemeester Miedema hier de deur opende. En Seth Gaaikema de allereerste professionele voorstelling speelde. Wie is er geïnteresseerd in theaterstoelen? Ze worden geveild voor het goede doel. Toplocatie. Mag zelfs nog even in de zaal kijken. Goh, welke vind ik het mooist en het lekkerst zitten? Op de zesde rij. Op de zesde rij. 12, 13, 14 en 15. 12, 13, 14 en 15. Ja? Dat kan voor 10 euro per stoel. Ja? Dan ga ik even voor het officiële moment. Verkocht. Toen zijn we de stoelen gaan verkopen. Stoelen gaan veilen. En we dachten eerst, nou dat wordt helemaal niks. En collega's, we hebben het hier een paar keer na afloop van de voorstelling gedaan. Toen zijn twee collega's met Koninginnedag, zijn ze bij Koninginnedag ook gaan staan veilen. Ja, in de Laanstraat heb ik ze gezien. Ja. En er was ook talent hier uit Baren die zong om publiek te trekken. En zoals u kunt zien, al die witte papiertjes, al die stoelen die zijn verkocht. En die weggekruisde, die kunnen niet meer worden verkocht, want die zijn zo slecht. Waar gebruiken mensen ze voor, weet je dat? Heb je het gevraagd? Ja, dat is heel erg leuk. Dat is het is heel gevarieerd, want dat vraag je je inderdaad af. Sommige mensen zetten het in de gang, als ze een grote gang hebben. Er zijn mensen die hebben een pedicure. Het is een pedicure die doet voor haar wachtkamer, wil ze wat stoelen. Er is een oma die heeft een boerderij. Maar op de deel wil ze dan dat de kinderen film kunnen kijken, een dvd'tje kunnen kijken vanuit die stoelen. Dus die heeft een stuk of 10 stoelen gekocht. Er is een culturele vereniging uit de buurt, die heeft stoelen gekocht. Nou ja, zo. Ja, leuk hè? Echt mensen die het op een overdekte veranda neerzetten. Ja. Nou ja, en ook mensen die nog niet weten wat ze ermee willen, maar ze willen een stukje uit de oude theaterzaal mee naar huis nemen. Dus heb je zelf ook een paar? Ja, ik heb er zelf ook 2. Ja. Maar wat voor soort stoelen komen er nu? Want ik heb in de krant ook gelezen, sommige mensen gingen zitten. Hè? Wat zit er nu lekker voor stoel? Is het al besloten? Dat is ook. Er waren dus die 3 stoelen waar Martien van Goren, de architect, zich ook over gebogen heeft. En daar hebben we gekeken. We hebben dus die enquête gehouden. Er bleek zelfs 1 stoel te smal te zijn. Maar ja, dat kan je dan ook altijd nog wel aanpassen. En er is 1 stoel die wij zelf het mooist ook vonden. Die is die heeft het gewonnen. Die is ook uitgekozen door het publiek omdat hij het lekker zat.
En ja, hij heeft gewoon, en wij vonden het zo mooi, want hij heeft echt een ronde vorm. Het is een stoel met een ronde vorm geworden. En die past heel erg in het pluche karakter. Ja. Echte theaterkarakter, ja. Er is ook een Baarnse talentenjacht bezig, hè? De audities zijn gedaan, heb ik begrepen. Ja, 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 ja. Er is een talentenjacht. Nou, het wordt allemaal met behulp van alle collega's. Er worden alle festiviteiten hier georganiseerd. Er is een talentenjacht geweest deze week. Er waren 25 kinderen, variërend van 8 tot 18, geloof ik. 6, was een van 6 zelfs. Nou, en dus een professionele jury, maar dat wordt ook allemaal uitgezonden op Eemland, hè? Ja. En, nou ja, en die kinderen komen op 20 mei, gaan ze rond de voorstelling van Jeans, mogen ze echt optreden. Ja, ook in het kader van het 25 jaar bestaan. Ja, ja, ook allemaal in het kader van het 25 jaar bestaan, omdat wij het ontzettend belangrijk vinden dat we een professioneel, dat noem ik echt expres zo, een professioneel podium, met professioneel licht en geluid, professionele begeleiding vanuit de techniek en een professionele omgeving hier, dat kinderen gewoon, die van theater en podiumkunst houden, die dat gewoon kunnen meemaken. Dat geeft iets extra's. Ja, nu komt er ook een nieuw reserveringssysteem, heb ik begrepen. Ja. Is dat, was het nodig, laat ik het zo zeggen? Ja, nou dat is altijd. Er zijn dan ontwikkelingen natuurlijk in andere theaters in de buitenwereld qua automatisering, waar je op een gegeven moment echt aan mee moet gaan doen. We hadden nog wel misschien even een jaar of zo met het kassysteem, maar dat ging ook veranderen, dat ging eruit. Het was nodig, omdat we toch wel van heel veel, vooral wat jongere theaterbezoekers, die wilden dan 's avonds na het werk reserveren of in het weekend. En die zijn dan gewend om via internet te reserveren. En dat kon niet echt via ons. Je kon wel een plaats reserveren via internet, maar vervolgens was je nog niet direct zeker van een plek. Dat moest dan handmatig, zeg maar, als de kassa open was, moest dat bevestigd worden. En het gevolg daarvan was dat soms in het weekend hier ook bij de jeugdvoorstellingen mensen kwamen die dachten dat ze een plek hadden, maar dan was het gewoon uitverkocht. Waar kunnen we nog naar uitkijken? Ja, waar kunnen we nog naar uitkijken? Ja. Nou, de opening van de nieuwe zaal natuurlijk. Er is voor genodigd zaterdag 10 september, maar we houden echt open huis op zondag. En nou ja, alle activiteiten die we gaan doen zijn allemaal op de website vermeld. Speeldoosbarend.nl. En wat bijzonder is, dat vinden we eigenlijk ook wel bijzonder, dat Joep van het Hek, die ooit zijn allereerste première hier in de Speeldoos in Baren heeft gehouden. Dat is wel leuk, er hangt een fotootje zelfs van bij mij op kantoor. Allereerste première. Die komt dit seizoen ook weer hier met een voorleesvoorstelling. Weet je, dan gaat hij echt zijn conference gaat hij voorlezen. En, maar die gaat echt op de ouderwetse manier. Dus we krijgen een nieuw kassysteem. Maar Joep doet het echt op de ouderwetse manier. Gewoon in de rij staan voor de kassa. Iedereen gelijke kansen. Ja, iedereen gelijke kansen, ja. Hoe bijzonder is Theater de Speeldoos? Ik vind het heel erg bijzonder. Maar ja, het zou raar zijn als ik wat anders zou zeggen. Maar dat meen ik de grond van mijn hart. Ik vind, nou ja, zoals het gisteren bijvoorbeeld was, dat zei ik ook tegen de collega's, dan was hier in de grote foyer de Rotary. Die had een middag met muziek voor oudere mensen. In de kleine foyer zaten allemaal kinderen klaar voor de audities. Nou ja, er zijn overal activiteiten, er werd geschilderd. Ja, en dan denk ik, dat vind ik geweldig, dat we zo'n centrum hier hebben in het dorp wat zo leeft. En waar nog wel veel meer in mag gebeuren, zou ik vinden. Dat juich ik alleen maar toe. En ja, ik vind dat uniek. Het is gewoon een theater, echt ook voor de Baarnse gemeenschap, vind ik. Waar je gewoon kan gaan kijken een avond en je meevoeren en laten verrassen door een professionele voorstelling, maar ook waar je je eigen kind op het podium kan zien, waar je kan schilderen, waar je exposities kan bekijken van Baarnse kunstenaars. Dus ja, echt cultureel centrum. Ja, dat vind ik wel, ja.